Dag schatje, tot morgen. Dag. Ik ben Erik Ramers. Ik ben al 15 jaar piloot. Vandaag vliegen we heen en terug naar Geneve. Daarna vliegen we naar Warschau. We blijven daar één nacht en komen dan morgen terug naar Brussel. Dit alles met een Airbus 320. Intekenen is een probleem, want we moeten dus 45 minuten voor de vlucht intekenen. Wat dat maakt, als we er niet zijn, wordt onmiddellijk de reserve opgeroepen, die ook ergens thuis zit. En natuurlijk, als we in de file vastzitten, zijn gsm's gemakkelijk kunnen verwittigen. Tja, ik ben over 5 minuutjes daar of 10 minuten daar, moesten we toch echt vastzitten. Ja, het probleem is natuurlijk ook, je moet tussen de twee pistes komen. Hè. De meeste luchthavens hebben hetzelfde probleem. Omdat links en rechts van ons liggen er twee landings- en opstijgingsbanen. En daar komen we tussenin en daar staat het hoofdgebouw. Dus eigenlijk bereiden we hier de vlucht op ons gemakje voor. Jalmar is alles gaan halen. Hij heeft het weer gehaald, heeft de NOTAMs gehaald. NOTAMs is Note to Airmen. Dat gaat over alle speciale dingetjes, opmerkingen en specificiteiten die er voor de luchthavens zijn. En waar dat er die belang hebben voor onze vlucht van vandaag. En dispatch heeft ons een vluchtplan voorbereid. Waarin dat we kunnen zien, aan de hand van het aantal passagiers dat we hebben, hebben we een soort zero fuel weight, een gewicht zonder brandstof. En dan is het aan ons van de brandstof die zij bepaald hebben te controleren en eventueel te verhogen of te verlagen. Ik heb hier gezien, de vlucht is, komt terug van Parijs. Die landt om 13:21 uur, dus die zou op de grond moeten staan. Maar dat zijn we eens even checken, even buiten gaan. 201 alsjeblieft, dus aan. Het vliegtuig is in orde. Zit de fuel erin, Jalma? 8,4. Ja. Ziet er ongeveer goed uit. Dat was het. Ik heb juist de vluchttijd. Ja, dan kunnen we instappen voor ons. Ja. De vluchttijd is 1:05. Mooi weer nog in, dus niks speciaal. Eén vlucht naar Genève doen. Okay. Dan vlieg jij, kom je terug van Genève, gaat naar Warschau en ik kom dan morgenavond van Warschau terug. Okay. Goed. Ja. Dan zal ik hier alle vluchtvoorbereidingen doen. Als jij dan external doet, dan is het wel. De taken worden verdeeld dat eigenlijk de piloot die vliegt alles ingeeft in het systeem. Dus heel de cockpit setup doet, terwijl de piloot die niet vliegt, de non-flying op deze lek, die gaat de external inspection doen. De inspectie van het toestel aan de buitenkant. Voilà, dat is allemaal naar de buiten. Oké, dat is goed. Bedankt, dan kunnen we eraan beginnen. Hè. Dus hier krijgen we nu de final load sheet. Die stuurt een dispatcher ons via de NACARS, een communicatiesysteem, zo'n beetje te vergelijken met een fax of een telex. En daar krijgen we de actuele gewichten. Dus al deze gewichten waren berekend op geschatte gewichten. En nu krijgen we de actual zero fuel weight, gewicht zonder brandstof, waar wij dan de brandstof bijzetten en dan komen we aan een totaalgewicht en dan kunnen we kijken of dat alles klopt. Simon, we hebben een slot om 38, dus zou kunnen dat ze ons nog een minuut of 4, 5 tegenhouden voor we mogen starten. Oké. Affirm right, clear. Flap setting. Voilà, we zitten hier op het slechtste stuk taxiway in Brussel. Het laatste dat moet gaan vervangen worden, denk ik. FMA, update. Check. Roger. Press
set. Check. One other nuts. Check. V1, rotate. Get up. Ja, we zijn allemaal in de tijd piloot geworden omdat we aangetrokken waren door het manipuleren, het technisch gedeelte van het vliegen, opstijgen, landen, bochten pakken en zo van die toestanden. En dat blijft erin gedurende heel het leerproces in de BAS. Maar als je dan eigenlijk op een passagierstoestel komt, op echte lijnvluchten, worden we toch wel gewaard dat er eigenlijk meer bij komt kijken en dat je eigenlijk met een kleine onderneming bezig bent met uw toestel, met uw vlucht van die dag. En dat er behalve het vliegtechnisch aspect nog zaken bij komen. Dus we moeten eigenlijk ons toestel of ons bedrijfje kunnen runnen. En daar zijn er drie grote referentiepunten die we in die volgorde strikt benaderen. Dat is ten eerste de veiligheid, ten tweede het comfort van de passagiers en ten derde de rendabiliteit voor de compagnie, voor de maatschappij van de vlucht. Dus als aan de veiligheid voldaan wordt, dan kunnen we denken aan het comfort van de passagiers. En als van het comfort van de passagiers voldaan is, dan kunnen we in overweging nemen om de rendabiliteit ook zoveel mogelijk te verhogen. Ja, go ahead. Oké, de weather is checked. De nood is niet speciaal voor Genève. Nee. We gaan aankomen 5 ton 4, dus we hebben fuel op onze richting aan. De weight 56.2, dus dat is ook geen probleem. Het is een korte vlucht en zo gauw als we uit de klim zijn, in feite moeten we telkens aan beginnen met de voorbereidingen van de nadering. Het weer voorbereiden, het weer vragen, pardon, en de nadering voorbereiden in functie van de piste die daarin gebruik is. En dan Sevens, nu hebben we nog 5 minuutjes waar het nog rustig is. En Sevens, als we bij de approach zijn, wordt de nadering uitgevoerd. En dan blijven we werken tot en met de engine shutdown, in feite. Nog vlug een koffietje en dan kunnen we aan beginnen. 200? Ja. 200 en Blue. We hebben juist gans de route die we van de kaarten halen in feite en die we geprogrammeerd hebben in de boordcomputer hebben aangekeken. We hebben dus een approach gekozen, gekregen van de controle. Die hebben we erin gestoken, we hebben die nagekeken en nu gaan we vliegen. Het specifieke hieraan is, en ik weet niet of dat u dat hier kunt zien op het scherm, dat het een zigzag approach is. We gaan eigenlijk zo Lirco, dan gaan we richting Genève, doen terug dummy-tour in de andere richting en dan terug om te landen op de piste die in feite in deze richting ligt. Ground spoilers en reverse. Braking. De gewone rotaties zijn gewoonlijk 30, 35 minuten. En nadat we uit onze cockpit komen, na de landing, als we het werk na de landing gedaan hebben, 30 minuten later, hop, moeten we al terug vertrekken. Dus de tijd van de cleaning, van de fueling, van de catering. Wij moeten ons vlucht voorbereiden en we zijn direct terug weg. En dus gewoonlijk eten we in vlucht. Als we zo in cruise 10 minuutjes tijd hebben, eten we daar snel hetgeen dat we krijgen en dan komen we terug. Maar deze is inderdaad uitzonderlijk, maar het is wel plezant. Staat daar, maak take off. 26.5, 1.0, dat is hetzelfde. Monsieur? We zijn op vee. Ça va, oké. Okay. Ene passagier mankeert nog, die zou hier moeten zijn normaal gezien, heeft geen bagage. Maar we hebben een slot die ons niet toestaat op te stijgen voor 5:22 lokaal. Dus normaal gezien starten we de motor om 7 minuutjes na. Dus heeft geluk deze passagier als maar binnen dit en 5-6 minuten is, kan het nog mee. Een slot geeft een opening, eigenlijk een venster tussen 22 en 37. Ja, dus dan hebben we terug een kwartier speling. We moeten dus tussen die slot vanaf 22 tot 37 mogen opstijgen. FMA, update. Check. Trust, set. One other knot. Check. Okay.
Rotate. Positive line. Gear up. Gear up. Russel de Heuvel, Charleroi is het goed, zo kregen. Leek. Maastricht, Oosten. Wind maakt dus in de nas van de 24, Luxemburg goed, zo valt zelf. No. Mooi vliegweer, maar niet voor in op de terras te zitten. Nee. Mijn collega heeft nu de informatie gevraagd van de Pax-info, dus nu gaan we hebben nu al de gate gekregen waar we naartoe gaan. Dus in Brussel op 201, waar we vertrokken zijn daarnet. En ik verwacht straks nog informatie over de connecties van de passagiers. Die komen ook op de schermen voor de passagiers, dus dan weten de mensen direct of dat hun connectie gegarandeerd is of niet. Dus hetgeen waar we nu door moeten zijn regenwolken. Dat wordt dan groen en geel, afhankelijkheid van de hoeveelheid water die er in de lucht zit, in de wolk zit. Komen nu terug voor de flow van 7 uur. Hè. Dus 7 uur en half 8 vertrekt alles terug. We staan nu vol toestellen van Sarena. En als je over een uur en half komt kijken, is alles terug weg. Over een uur en 20 minuten vertrekken we terug naar Warschau. Dus, maar we moeten van toestel veranderen. En mijn collega is nu aan het nakijken of dat toestel al geland is. Hij komt pas om 20 na 7 binnen. 20 na 7 binnen? Ja. Het is nu 20 na 6. Ja. Dus we hebben precies wel tijd om... Wat vertraging hebben we nog. Ja. 201, right is clear. Ja, EBO? Ja. Right is clear. Naar de Sabena Free Shop was terug. Dag Mirjam, ga jij mee naar Warschau? Ja, ik ga mee naar Warschau. Vandaag. Jullie ook? Dag, Erik. Twee vaardekjes rooi en Belgen van mij, alstublieft. Oké, okay. We maken ons klaar voor de tweede vlucht. We gaan nu naar Warschau, een ander toestel, een andere crew. De catering is bezig, de cleaning is bezig, de fueling wordt gedaan. En als dat afgelopen is, dan kunnen we de passagiers laten komen. En ik ga nu de next level doen. Voilà, we gaan proberen om 7:05 te vertrekken. Het zal maar niet zijn, maar onze slot moeten toch 10:15 na de laatste kunnen starten, want anders lukt het niet meer. De revision slot, 5 minuten naar voren terug, 25:40. Zal vragen. Ja, vraag de starten. Check, ready? Affirm. Take off. You have control. I have control. FMA. Update. Check. Trust set. One of the calls. Check. Behind the delay from Wish beyond Sunrise coming up here 153.
Te vliegen. Nou, je hebt die sensatie, zeker als het mooi weer is natuurlijk. Want als het slecht weer is, zie je er niet veel van. Maar met mooi weer zie je een stad onder je verdwijnen, met al de lichten die erbij komen. Straks zullen we zien met de nadering in Warschau. Het geeft ook een ander zicht. Als je nadering met mooi weer kunt doen en je ziet die piste komen van heel ver, die landingsbaan al verlicht zien liggen, het is een aparte sensatie. Ik vind het aangenaam vliegen. Plus je ziet het verkeer rond je ook veel beter dan overdag. Ja, nu, elke vlucht is weer anders. Vliegen we sneller of vliegen we trager in functie van de noodzaak. Als er passagiers bijvoorbeeld op zitten, gelijk als van de Geneva, dat we er straks mee terugkwamen, hadden we veel transitpassagiers in Brussel. Dus daar is het zeer belangrijk dat we op tijd toekomen. Dus desnoods kunnen we daar sneller vliegen om een beetje meer fuel te verbruiken, maar dat we zeker op tijd toekomen of dat we eventueel tijd kunnen terugpakken. Vandaag hebben we ook vertraging naar Warschau, maar dat stelt dat probleem zich zo niet, omdat we daar geen of weinig connecties hebben vanuit Warschau, zeker op die tour niet. Daardoor vliegen we nu gewoon onze economische snelheid en proberen we niet, koste wat kost, die paar minuutjes in te halen die we maar eventueel zouden willen. Er zijn dus in de luchtvaart eigenlijk vier officieel talen, dat is Engels, Spaans, Russisch en Frans. Die mogen gebruikt worden, maar iedereen spreekt Engels. Je zult dus in Frankrijk wel voorkrijgen dat de Franse controleur Frans spreekt tegen Air France. En in Spanje dat de Spaanse controleur Spaans spreekt tegen Iberia. Maar bijvoorbeeld in Italië zul je niet voorkrijgen dat ze Italiaans spreken tegen Alitalia. Omdat dat geen officieel taal is, maar ze spreken allemaal Engels. Warschau en hebben we ons dosis luchtvaart vandaag weer al gehad. Nu nog een goede Poolse pensie. Dat gaan we doen. We hebben dat verdiend, denk ik. Ik vind dat ook. Als luchthaven het verschil met Genève is niet groot, dus zijn al twee relatief kleine luchthavens met weinig verkeer waar ze naartoe komen. We hebben dat gezien vanmiddag vrij snel binnengekomen. Vrij vlot, zonder veel tijd te moeten verspelen in een approach. Warschau was zo mogelijk nog rustiger. Het is eigenlijk te vergelijken met een regionale luchthaven in het westelijk gedeelte van Europa eigenlijk. Ja, wat alcoholverbruik betreft, in feite, we mogen 0,2 promille hebben in ons bloed voor we vertrekken. Dus theoretisch gezien is dat het minimum. Maar in feite wil dat dus zeggen dat we dus geen alcohol mogen hebben in bloed voor we vertrekken. Dat houdt in dat we grosso modo 12 uur voor de vlucht eigenlijk geen alcohol meer mogen consumeren. Dus dat is het voordeel van die lange nightstop. We kunnen op ons gemak een pintje drinken en toch nog morgen in goede staat vertrekken, dat zou zeggen. Tot nog een voorstel bij aan dan bed. Ja. Het is deze kant op. Voilà, slaap wel. Tot morgen.
Ik ben deze morgen ook gaan lopen, omdat ik wel merk, omdat we een zittend beroep hebben, als je niet oppast, ga je fysiek zo kwijt. En dus ben ik dat sinds een paar jaar aan het installeren, dat ik toch 2-3 keren per week ga lopen. En omdat ik er thuis niet altijd tijd voor heb en op nightstop dikwijls wel, heb ik mijn loopgenies eigenlijk altijd standaard bij. En als het mooi weer is, hop, zie de sloefer aan, dan ben ik alles goed gelopen. Dat is natuurlijk als je zo'n halve dag ergens blijft en een pick-up hebt rond de middag of kort na de middag, dan hangt het er een beetje vanaf wie wat doet om die halve dag door te brengen. Ik ga graag een tourje doen, zeker als het mooi weer is, in plaats van in het hotel te blijven zitten. Sommige mensen hebben wel werk mee van thuis, die, of lezen boeken of gaan naar fitnesscentrum of zwemmen. Het hangt er allemaal een beetje vanaf. Het is de ene keer zo en de andere keer zo. Hello, are you free? Can I hire you? Okay, thank you. Dat is een goeie. Goeie. En je hebt 700 of 800 extra. Ja. Dus Een beetje onweer. Geen goed weer bij ons in het schijn. Nee. Het is morgen wel. Crash in het toestel. Ja. Ça va? Oké, we gaan clear 2 pushings dan. Hi, the ship is in UF control. Okay. FMA, updates. Checked. First set. Check. 100 knots. Check. V1. Rotate. Cross check passing 5-1. Now checked. Als er een beetje vertraging is, dan kunnen we tenminste nog op tijd komen. Een probleem dat zich ook kan stellen bijvoorbeeld is... niet zozeer met de vlucht zelf op zich, maar met een van de passagiers waar we problemen mee hebben. Of mee kunnen hebben, ik zal het zo zeggen. We hebben meer en meer te maken met soms agressiviteit van de passagiers. Soms hebben we te maken met dronken passagiers, al of niet voor de vlucht of die tijdens de vlucht te veel gedronken hebben. We hebben soms te maken met passagiers die niet gelukkig zijn met hun plaats of met de zetelruimte die ze hebben. Allerlei soorten. Dus in eerste instantie worden die problemen opgevangen door het cabinepersoneel en de chef de cabine. Dus dat is de eerste filter. En als het echt uit de hand loopt, komen ze bij ons. En dan zijn er natuurlijk praktische problemen waar er geen probleem is van veiligheid. Daar worden dan geen maatregelen genomen. Maar stel, een passagier in economy die vol zit en die zegt ik wil absoluut in business zitten, laat me maar zitten, ik heb geen eten nodig. En die zit daar en die wil niet bougeren. Ja, in zo'n geval kun je moeilijk fysiek naar die passagier gaan en hem fysiek van achter zetten. Dan weet je sowieso dat je problemen krijgt met die passagier in kwestie en met de passagiers daar rond en trekt eigenlijk op niks. Dus in zo'n geval kan je bijvoorbeeld zeggen tegen de passagiers, oké, blijf zitten, is goed, we komen er niet tussen. Maar in dat geval staat in de bestemming, zijn de Brussel of de destinatie, staat de politie te wachten en de agent van Sabena om het verschil te laten bijbetalen. En gewoonlijk in 99% van de gevallen druipt die passagier wel af en gaat hij rustig van achter zitten. Tot ziens, tot de volgende keer.